Het wordt 9.712. Ongekend. Hij neemt de leiding over in het klassement. Coppolini staat eerste, tweede Jovtjev, derde Moran. Kunnen we daar nog overheen? Ja, dat zal wel moeten als Jury van Gelder wil winnen. Hier zien we zijn preparatie. Jury van Gelder, de man die 9 wereldbekerwedstrijden won in de laatste 2 jaar. Hij zegt, ik wil ze allemaal inleveren voor deze titel. Want dit is een echt kampioenschap. Hij kwam als tweede de finale binnen. Jury van Gelder, deze sergeant bij de landmacht. En wordt nu in de ringen getild door zijn coach. Remy Lens. Het grote moment van Jury van Gelder. We gaan zijn oefening volgen. Hij begint met het inkogelen tot vouwen. Kijk, dat doet hij hier. Dat is een A-element. Er zijn 10 elementen. Kip tot tussenbalans. Prachtig. Strak. Opduwen naar bovenbalans. Gaat goed. Het heffen naar de omgekeerde breedte hangen. Kijk, zijn schouders heel diep. Dat is goed. Lichaam strak. Hij krijgt al applaus. Zakken en weer terug naar de tussenbalans. Applaus. Zwek. Wordt sterker hier in Debrecen. Nakayama. Dan de Azarian. Prachtig. Komen tot omgekeerde hang. Het krachtgedeelte zit erop en verliep goed. Nu naar de achteropzet. Dit is belangrijk. Hij moet gelijk staan. En dat doet hij. In balans. De reuzendraai. En het belangrijkste moment is de afsprong. Dubbel salto. Staan! Ja, hij staat! Onze Jury van Gelder uit Waalwijk. Onze sergeant van de landmacht zet hier zijn beste prestatie neer. Jury van Gelder kan hier Europees kampioen mee worden. Hij moet wel scoren boven de 9.712 en hij moet straks, hij moet de titel verdedigen, moet ook nog iets minder gaan scoren. Er zijn nog een aantal onzekere factoren, maar hij heeft laten zien dat hij aan dit toestel superieur is. Dat echt heel goed is, deze 22-jarige man uit Waalwijk. Hij werkt momenteel in Vught bij het opleidings- en trainingscentrum Genie, maar hij traint in Den Bosch. Vlak daarbij een ideale combinatie waardoor hij goed zijn training kan combineren met zijn werk. Hier zien we nog een keer die dubbele salto en u ziet het zeer beheerst geland. En we zien hier ook de ontlading bij hem. Nu de score 9.712. Daarmee is hij op gelijke hoogte gekomen qua score met Coppolini. Maar betekent dat ze ook gelijk eindigen? Ik kijk even naar het scorebord. Ja, ze staan beide op de eerste plaats met 9.712. Scoren moet nu zo dadelijk komen. En hij is 9.675. Hier zien we Jury van Gelder. Hij weet het. Hij is Europees kampioen. Zijn eerste grote titel. En inderdaad, Savoskin weet zich verslagen. Met 9.675 gaat naar hem het brons. Want het goud is voor Jury van Gelder. Gedeeld met de Italiaan Andrea Coppolini. Een historisch moment in de 138-jarige geschiedenis van de georganiseerde gymnastiek in Nederland. Hebben we nog nooit een Europees kampioen gehad. En hier staat de eerste. Geweldig. Iedereen gaat hier uit zijn dak. En zeker Jury van Gelder. Fantastisch moment.